Door de NSM in Amsterdam worden secties gebouwd voor de twee netlooitschepen die Wilton Feyenoord gaat verlengen. In onze schepenloods wordt druk gewerkt aan de los- en laadkranen die op het dek geplaatst moeten worden. De netlooit Alkmaar arriveert het eerst aan de werf, waar men direct begint met het verwijderen van een zware laadmast waarvoor straks een kraan in de plaats komt. Hier wordt de kraanfundatie geplaatst. Het schip is ingedokt. Het nieuwe tussenstuk ligt klaar. Dan wordt het schip doorgebrand. Het voorschip wordt met behulp van onze sleepboten uitgedokt. Direct hierna wordt de nieuwe sectie in het dok gevaren. Dan wordt het voorschip weer teruggebracht in het dok. Als de stukken weer op hun plaats liggen en alles is uitgelijnd, worden alle delen weer aan elkaar gelast. Het is nu zover dat de laadkranen aan boord gezet worden. Als ballast wordt een speciaal mengsel van beton en erts in de dubbele bodem gestort. Na dit grote karwei ligt het schip weer klaar voor vertrek. De verlenging van het zusterschip Netlooit Amersfoort volgt de korte tijd later.